toeschietelijker van maken. We gaan naar het geheime leven van katten. De BBC heeft een fascinerende... De BBC heeft een fascinerende documentaire gemaakt. The Secret Life of the Cat. En die wordt op 19 december uitgezonden door de NTR op Nederland 3. En ik praat erover met Sabine van der Helm, die het grootste castingbureau voor katten heeft. En met Midas Dekkers. Midas, een kat is volgens jou als een minnares. Waarom? Een kat weet hoe je lief moet hebben. Kijk, er zijn ook wel meer dieren die het proberen. Honden bijvoorbeeld, die doen ook hun best om van mensen te houden. Maar dat kunnen ze te goed. En zo'n hond die houdt van jou en daardoor hou jij weer van die hond. En daardoor houdt die hond weer nog meer van jou. En daardoor hou jij weer nog meer van... Maar dat is geen echte liefde. Kijk, echte liefde is als jij tegen iemand zegt van... ik hou zo verschrikkelijk veel van jou. En de ander zegt van... ja, het was gisteren inderdaad wel wat kouder dan vandaag. Onbeantwoorde liefde. Onbeantwoorde liefde, dat is de mooiste die er is. En daar zijn katten fantastisch in. Dus je op alle mogelijke manieren betuig je je katje liefde. Poes zit bij je op schoot. Je aait hem precies op dat ene plekje. Of juist niet, als je denkt dat hij dat juist niet wil. En je bent echt helemaal één en al. En dan opeens stapt die poes opeens zonder enig stap van je schoot af... en gaat ergens even verderop. En dan blijf je hunkeren. En bedenkt zich goedkoop scheiden eigenlijk wel niet eens. We gaan naar de documentaire kijken. 50 katten in het dorpje Shamley Green werden met een GPS en een camera aan hun halsband gevolgd. We gaan even kijken hoe dat eruit zag. Across the week, 50 cats in this village will be put under 24-hour surveillance. And carrying GPS receivers to reveal their secret journeys. Each cat is represented by a different trace. Brutus, who simply patrols around his home. Molly, who's drawn to the neighboring wood. And Ginger, who heads out to a neighbor's house. Ja, Midas, wil jij weten wat jouw katten 's nachts uitvreten? Nou, het is goed dat je dat vraagt, want dat is nou precies het probleem met deze film. Ik vind het een fantastische film. En een uur lang naar poezen kijken. Ik bedoel, is er iets mooiers op de wereld denkbaar? Maar de vraag is, wil ik weten wat ze uitvreten als ik niet weet wat ze uitvreten? Dus overdag zijn mijn poezen net als deze slijmballen. Die liggen gewoon lekker op je schoot en hangen de vermoorde onschuld uit. Maar ik weet ook wel dat als ik ga slapen, dan gaan ze naar buiten. En ja, wat ze daar buiten uitvreten, moorden, neuken, rare liedjes zingen. Wat poezen zo wel doen. En kijk, het is een beetje alsof je een dochter hebt van een jaar of 16. Dat je dus aan de ene kant... juist omdat je zo vreselijk veel van haar houdt... Graag een GPS-bandje om haar nek wil doen? Maak je ontzettende zorgen als ze op zaterdagavond om 10:50 het huis verlaat. Wat zal ze allemaal meemaken? Dus uit liefde voor haar zou je niks anders willen dan in de bosjes gaan liggen... om te kijken wat ze allemaal uitspookt. Maar als je dat doet, is natuurlijk het allerergste wat je haar, maar ook jezelf aan kan doen. Want ze heeft recht op... haar secret life. Ja. Die film heet ook The Secret Life of Cats. En er is maar één ding met geheimen wat je moet doen. Bewaren. Ze bewaren. Ja, zeker. Sabine, je hebt een castingbureau voor dieren, voor katten ook. Zou je zeggen dat het veel grotere schoften zijn dan dat we weten, die katten? Dat denk ik soms wel, ja. Kun je wel beamen. Ja. En als een kat bij jou binnenkomt, want er zijn natuurlijk genoeg eigenaren die idolaat zijn van hun beest en denken, dit is de volgende ster. Herken je meteen een ster onder de katten? Nou, binnen 10 seconden. Ja. En waar herken je dat aan? Ja, weet je, ik bedoel, ik weet namelijk zelf wat het inhoudt op de filmset te zijn. En er wordt zoveel van die dieren gevraagd. Dus je moet een super, super, super relaxte kat al hebben. Wil je hem van A naar B laten lopen? En als ze dan komen op zo'n casting, dan... dan worden ze uit een mandje gehaald. Mm-hmm. Nou ja, de een schiet al weg onder de kast binnen een seconde. En er zit er soms, heel soms zit er een kat bij die denkt... hé, leuk.
En nou ja, die komt dan als je hem eten geeft. Want een kat in stress eet niet. Dus al het feit dat hij dan al meteen van reageert, ik voel me zo relaxed, ik relaxed ga genoeg. Eten. Nou ja, oh. En kijk, dit... Was dat van de staatssecretaris? Ja. 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 Dit is wel heel relaxed, moet ik zeggen, maar toch? Maar dat is dus wel waar. Deze katten zijn zo relaxed dat ze op dit moment gaan drinken. Een kat die gestrest is, zou dus nu alleen maar denken, hoe kom ik hier het snelst en makkelijkst weg? Ja, kan ik me voorstellen. Is dat niet ook een wijn? Is dat een slechte? Nee, is goed voor hem. Okay. Gaat gekke dingen zeggen. Okay, okay. Wat we zien in die documentaire, Midas, is dat buurkatten... want dit is gefilmd in een gebied in Engeland waar een hoge concentratie is van katten, veel op vierkante meters. Ze hebben een soort wisseldienst, spreekt ze af. Dus als de een naar buiten... Dat is verreweg het leukste onderdeel van de film. Ja. Al die poezen die hebben dus een territorium. Hè. Ze krijgen zo'n zendertje om. Je kent het allemaal wel, dan kun je precies zien waar ze 's nachts lopen. En heel vaak zit de ene poes die zit hier en de andere poes die daar. Ja. Geen probleem. Maar als ze dicht op elkaar leven, dan overlappen die territoria elkaar. En dan denk je van, ja, hoe doen ze dat nou? Nou, dat is heel eenvoudig. Poezen kennen het systeem van de deeltijdterritoria. Ja. Dus eerst moet je weten dat poezen kunnen heel goed klok kijken. Ja, mijn poezen, nou, ze hebben een ingebouwde klok. Ja, okay. Dus mijn poes krijgen altijd om 5 uur te eten. Dus die staan echt 5 minuten voor 5, niet eerder en niet later, staan ze voor mijn deur met hun pootje te tikken. Net als mijn opa vroeger, die pas om 5 uur een borreltje mocht. Die deed dat, die deed dat ook. Maar die poezen weten dus hoe laat het is. En dat was voorheen ook al bekend. Dus stel, jij bent de opperpoes. En op het allermooiste muurtje, dat is jouw muurtje, mag jij zitten. Ja, er is een opperpoes. Nou ja, en de andere poezen die weten dus heel goed van, nee, dat is het muurtje van de opperpoes, dan mag ik. Maar die poezen weten dus ook dat de opperpoes, die zit daar altijd tussen 2 en 4 uur 's nachts. En als de opperpoes nou om 1 uur of om 5 uur, en de ondergeschikte poes zit er al, dan is het echt van, het is geen 2 of 4. Nee. Dat weten ze. En zo houden ze ook, in de meest eenvoudige vorm, dat zie je dan in deze film, is het zo dat poes A en poes B hebben bijna hetzelfde territorium. En poes A die gaat van 9 tot 1 en poes B die gaat van 2 tot 7. Schitterend. Ja. De kat Ginger, die voorkomt in de documentaire, staat bekend als een hele lieve, slome poes. Dat merk je ook wel als haar eigenaren praten. Wat zijn baasje niet weet, is dat hij 's nachts verandert in een vechtmachine. We think that he just goes next door, catches the odd bird and sleeps. And we don't think he goes out at night. At 8:36 p.m., Ginger leaves the house. He spends a few minutes patrolling his own back garden. Have a look. I've got some footage that's coming on one of the cat cameras. Right. This is from Ginger, and Ginger's been roaming around the area near its house, going through some fields. At exactly 8:48 p.m., Ginger stops, dead in his tracks, just as he's entered the other cat's garden. And that cat is at home. Er wordt nauwelijks opgekeken hier op tafel. Ja, eventjes werd hier gekeken. Zij weten dat het de afdeling geluidseffecten van de BBC is. Oké, dus dat doet ze niks meer. Ik weet niet of het voor iedereen thuis te zien was, maar rechtsonder in beeld zag je 2 kleine oogjes. Ja. Dat was de andere kat. Misschien kunnen we dat nog even laten zien. Ik kan het moeilijk zien vanaf hier, maar die kat is thuis. 2 gele oogjes. Ja, daar zijn ze. Ja, precies, ja. Hoe wild zijn katten eigenlijk, Midas? Ze hebben een Januskop, dat is het leuke van katten. Daarom zijn ze zo interessant. Aan de ene kant zijn ze het lieve kleine beestje wat op je schoot komt zitten. En aan de andere kant zijn het nog steeds dezelfde wilde dieren van altijd. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld honden. Die zijn door de loop der tijd zo ontzettend gedomesticeerd. Hun hersenen zijn zo veranderd. Dat als je een hond in zijn eentje in het bos achterlaat, dan moet je hem inderdaad met zijn riem vastbinden, want anders weet die sukkel niet wat hij doen moet. Terwijl poezen, die zijn nog steeds wild. Als je een poes in het bos loslaat, die weet binnen een dag weet hij hoe die in zijn eigen onderhoud moet voorzien. Dus een poes is toch een wild beest, wat als het dat zo uitkomt, bij jou en mij komt slijmen,
om op makkelijke wijze aan de kost te komen dan achter zo'n muis aan te rennen. Een rasopportunist. Maar het blijft een wild beest met, hij is erg goed in onderhandelen. Ja. Sabine, er is een kleine soort window of opportunity, zoals je dat noemt, dat je een kat tam kan maken. Dat is geloof ik tussen de 4 en 8 weken. Ja, klopt, inderdaad. Dat heb ik dus gedaan met deze katten. Je zoekt wel al een relaxte moeder. Dus die nergens bang voor is. Die kittens die kopiëren dat gedrag natuurlijk al van die moeder. Die ligt daar in die boerderij en die hoort trekkers, die ziet honden. De kinderen pakken die kittens veel op. En als die moeder daar relaxed op reageert, kopiëren die kittens dat gedrag toch al. Dus vandaar dat ik dus echt altijd, als ik mijn katten zoek, bij dat soort moeders... Ja, een goede voorselectie maken voordat je aan de slag gaat. Maar ik vond wel grappig wat Midas zei over dat wilde, dat blijft erin. Dat heb ik de afgelopen maanden meegemaakt met haar. Dit is echt de allerliefste poes die er is. Sinds 10 jaar had ik weer een nestje in huis. De kittens waren nog niet geboren. Echt... En uit het niets viel ze alle katers in huis aan. Die lagen gewoon boven te slapen. En opeens, ze had echt de derde kitten gedropt, als het ware. En ze viel ze toch aan, een vechtpartij. Moederinstinct. Ja, maar dat kwam dus toch echt, dat wilde kwam opeens naar boven. Wat zegt het over iemand, Midas, als die katten heeft? Wat zegt het over de mens? Een goed mens. Nee. De liefste kat op aarde. Ja. Nee, je hebt hondenmensen en je hebt poesemensen. Ja, en dat is dus het rare, als je voor de eerste keer een poes ziet... en je ziet voor de eerste keer een hond... dan denk je, nou, dat lijkt als 2 druppels water op elkaar. Bij allebei de kop van voren, de staart van achter, linkerpootje links, rechterpootje rechts... komen allebei aan de kost door te slijmen met mensen. Dat zijn twee hetzelfde soortement van... En dan ga je dat onderzoeken en dan blijkt dat mensen die van poezen houden... volslagen andere mensen zijn dan mensen die van honden houden. Het is door reclamebureaus onderzocht in de tijd. Mensen die van poezen houden, die gaan vaker naar het theater. Die doen meer aan cultuur. Die drinken Campari in plaats van bier. Die zijn lid van de VPRO. Waardoor voor hondenliefhebbers overblijft de rol van troskijkende voetballiefhebbende bierdrinkers en... En lid van de VVD. Jongens hebben dat onderzocht. Zelfs de afstand tussen poezenliefhebbers en hondenliefhebbers is bekend. Tussen poezenliefhebbers en hondenliefhebbers is 70 kilometer afstand. Dat is de afstand tussen Amsterdam en Rotterdam. De meeste poezenliefhebbers wonen in Amsterdam. En de meeste honden... En hoe komt dat? Dat komt omdat honden, dat zijn sociale dieren... Dat zijn dus omgebouwde wolven. En toen ze nog wolf waren, wouden ze met z'n allen een hele grote prooi. Die kan je in je eentje niet te pakken krijgen, dus moet je met z'n allen allemaal achteraan hollen. En dat lukt alleen maar als er één van die wolven, één van die honden, de opperwolf is. Dus honden, wolven willen niks liever dan of de baas zijn. Of wat ze nog leuker vinden, is ondergeschikt te zijn, onderdaan zijn. Oh, dat vinden ze lekker. Baas. Nou, dus als je een hondenliefhebber bent, of heel vaak is het zo, laat ik me netjes uitdrukken... dat de band tussen een hond en zijn liefhebber... is de band tussen een ondergeschikte en zijn baas. Die zichzelf dan ook onverschaamd het baasje noemt. Terwijl bij poezen... Die hebben helemaal geen hiërarchie, want die kunnen in hun eentje die muis wel vangen. En die hebben helemaal geen andere poes erbij nodig om die muis op te eten. Dus de enige band, de sociale band die poezen hebben... is de band die ze hadden toen ze nog kittens waren in het nest. Mm-hmm. En als een poes lief tegen jou doet, dan denkt ze dus dat jij, zelfs ik... Zelfs dat jij. Ik hun moeder ben. Met snor. Is Fred Teef een kat of een hondenman? Goeie vraag. Ja, dat is een gewetensvraag. Ja. Nou wordt het ingewikkeld. Laten we het erop houden dat hij een man is. Over zijn liefdes durf ik geen enkele uitspraak. Dat lijkt me de veiligste.